Hey man. Eigenlijk heeft de voetballer maar 2 minuten de bal in de wedstrijd. Ja, daar hebben we heel veel meningen over. Maar over die 88 minuten dat hij niet aan de bal is, dat is voor ons juist heel interessant. Want dat zijn allemaal keuzes zonder bal. Wat misschien nog wel belangrijker is dan met bal. Jetro Willems, Leroy Ver en Stefan de Vrij. Het zijn allemaal voetballers die bij grote clubs spelen. En hoewel de begeleiding van deze clubs zeer professioneel is, kan het volgens Loran Frielink nog beter. Loran is de oprichter van Tactalize en analyseert samen met zijn medewerkers het spel van zijn klanten, de voetballers. Het bedrijf wil spelers op individueel vlak helpen met hun ontwikkeling. En dat gebeurt gewoon hier in de stad Groningen. Het begeleiden van de spelers komt bovenop de begeleiding die spelers al van hun club krijgen. Nou, je merkt dat sommige clubs die zijn wat huiverig, die weten het niet zo goed. Sommige clubs die nodigen ons uit. Dan komen we gewoon, gaan we naar de club toe en dan laten we het zien van hoe we werken, wat we doen. En die zien het echt als meerwaarde, met name buitenlandse clubs. In Nederland merken we dat ze toch wat stug zijn. Veel hebben zelf videoanalisten in dienst. Alleen die zijn over het algemeen gericht op het teamniveau. Soms ook wel individueel, maar niet structureel methodisch. En daar onderscheiden wij ons denk ik ook in dat we echt individueel 90 minuten naar één speler kijken. In plaats van, deze paas was fout en we vinden hier wat van. Nee, we proberen echt te kijken naar structuren, naar fouten en methodisch spelers echt beter te maken. Week in, week uit, jaar in, jaar uit. Ja, dus je zegt eigenlijk dat er in Nederland nog wel heel veel te halen is op het gebied van dit. Ja, dat denken wij wel. Ja. Wij denken zeker dat er winst te halen is op individueel vlak. We praten ook in de media, maar ook op tv en interviews en trainers wordt heel veel gesproken over teamniveau. Maar heel weinig op individueel niveau. En wij denken zeker dat individu het hele spel kan beïnvloeden. En daardoor ook een hogere transferwaarde kan worden. En we zitten in het bedrijf, het staat natuurlijk hier in Groningen. We hebben hier ook natuurlijk de prachtige club FC Groningen. Maar waarom is er niks samen tussen de club en het bedrijf hier? Goede vraag. Dat weten wij eigenlijk ook niet. Wij zouden graag iets voor de FC willen betekenen. Maar tot dusver hebben we onze krachten nog niet gebundeld. En werken wij volledig internationaal eigenlijk. En zoeken wij met name individuele spelers. Dat is wel echt de kern van ons bedrijf. En vanuit daar zien wij of clubs geïnteresseerd zijn en proberen we samenwerkingsverbanden aan te gaan. En mocht dat in de toekomst zijn, dan superleuk. Zeker in Groningen. We gaan hier even snel doorheen hoor, door de eerste. Later komen we wel moeilijker. Is hij bij je langs of niet? Nee, we staan gelijk. Ja, dit is er gelijk. Een van de grootste krachten van Tactalize is de persoonlijke relatie die met de spelers wordt opgebouwd. Onze band met spelers is hoe wij het zelf zien, fantastisch. We komen thuis bij spelers, we vliegen in, we zien hoe die jongens leven, hoe ze werken, hoe het op de club eraan toe gaat. Voor hun is het een investering en zij willen echt beter worden en ze willen de top bereiken. En wij zijn daar onderdeel van geworden eigenlijk voor heel veel spelers. En we hebben bijna vriendschappen met die gasten. Dat is fantastisch om mee te mogen maken. Ik denk dat met name gecreëerd is doordat we 3, 4, 5 keer per week, 6 keer per week contact hebben met zo'n speler. We zitten in zijn hele proces. Wij weten niet wat er op de club gebeurt, maar wij zien hem presteren, wij zien hem vooruitgang boeken, wij zien hoe het privé met hem gaat. We bouwen echt een band met die jongens op en dat is denk ik ook de kracht van ons, dat we ook oprecht geïnteresseerd zijn. Wat maken die jongens mee? Ik bedoel, voor ons is dat ook nieuw. We zijn zelf geen ex-professionele voetballers, dus wij kennen die wereld vanuit een soort buitenkant en door de spelers, door de band met die jongens, wordt de band steeds beter. Kunnen we ook beter spelers begeleiden en kunnen we ze helpen naar de top?